Meneer Hogendoorn, de Viagra. Seks, dat is soms best nog een heel gehannes. Vooral als je niet goed kunt lezen. Ga je maar douchen, ga je maar aankleden. Ik maak zo een afspraak met de dokter. Nou, de dokter. Ja, nee. Ik ben een beetje klaar met dat gehannes. En dat, die draaikonterij van je. Ja, ik zeg Viagra. Wat nou? Nou, het was wel meteen een enorm paardenmiddel. Ja, nee. Ben de excuses een beetje zat? Slappe hap. Dan heb ik het over jou, slappe hap. Ga maar douchen. Huppatee. Nou ja, we kunnen toch nog een keertje proberen. Dat gaat hem niet worden. We gaan... Kom op. Ja. Zo. Dus u dacht aan Viagra? Nou, het is eigenlijk meer mijn vrouw die zei van... joh. Ga even langs de huisarts. Ja, maar meneer Hogendoorn, op uw leeftijd gaat het toch een beetje knorren en piepen. Dus dat is de normale zaak van de wereld. Piept niet en het knort niet hoor, dokter. Het is gewoon meer een kwestie van een erectieprobleem, Doe even een kleine APK. Even checken hoe alles ervoor staat. Oh, prima, dokter. Ja. Okay, prima. Deze onder rechterarm. Zo. Ja hoor, daar gaat hij. Ja, voelt u? Oh, ja, zo. Ja. Naar 180. Ja, okidoki, helemaal goed. Nee, het is ook niet de bloeddruk, denk ik hoor. Zuiver het erectiegedeelte wat... Gaan we even in de oortjes kijken. Zegt u? Gaan we even in de oortjes koekeloren. Oh, ja. Even kijken hoe het de oren voor staat. Ja. Dat is allemaal routine hoor. Ja. Hetzelfde klein beetje zo. Mm-hmm. Ja. Klasse. Grote klasse. Ja, weet u. Ik heb ook geen gehoorprobleem hoor. Het is zuiveren... Nee, dat is prima. Erectieprobleem, hè? Dit is helemaal in orde. Ja. Doe even de mondje open. Zeg maar Even hierheen kijken, meneer. Keurig netjes, hartstikke goed. Ja, het ligt ook niet aan de mond. Het eten gaat allemaal prima. Het is gewoon geslachtsverkeer wat een beetje is. Dag. Even inademen. Even nog een kleine oogentest doen. En dan zijn wij afgerond en dan schrijf ik een receptje uit. E. G. D. A. Nee, wacht even. Wat ik daarnet zei bij de G, dat moet dan de B zijn. En dan is dit de X. Meneer Hogendoorn krijgt van mij een recept voor Viagra. Ja, dat is fijn, dokter. En daarbij een doorverwijzing naar de opticien. Het is nogal dringend, meneer. Nou, hoewel met mijn ogen is niet veel mis hoor. Nou, daar ben ik niet zo zeker van. Meneer Hogendoorn, de Viagra. Heeft u ze al eerder gebruikt? Nee, dit is eigenlijk een beetje op aanraden van mijn vrouw. Ziet u, ik heb het hoeven komen niet te weten, sorry. Wat belangrijk is, dat u de bijsluiter goed neemt. Ja, voor alle bijwerkingen. Ja? Fijn. Alsjeblieft. Dank u wel. Meneer Hogendoorn. Ja. Nummer 14. Goed zo. Kom eens. Max. Ja.
Max, Max. Staat dat toch echt, hoor? Zo. Hey, Max, ja, oh, Max. Max, ja. Hey, ben je bij de dokter geweest? Ja. Voor de Viagra. Is gelukt? Ja. Oké, okay. Ik ben heel benieuwd of het misschien wellicht... Nou, het is een beetje gek, want ik kreeg ook een verwijsbrief voor de opticien. Voor de opticien? Wat? Ja, ik vond het heel gek, want ik kan eigenlijk alles prima lezen. Ja. Alleen die bijsluiter... Ja, er staat hier... Max, 4 tabletten per dag. Dat is toch gek? Max, ho, 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 ho. Doe dan wat. Ga maar even liggen, Max. Ach, ik weet niet wat hij wat heeft. God! Max! Oh. Max, pak die op! Ja, dat durf ik niet. Problemen met taal. Daar zijn simpele cursussen voor. Kijk op www.rotterdam.nl/taal. Volgende week in Taalgehannes. Mag ik u wat vragen? Als het maar geen geld is. Nee, ik zoek de metro die naar de Slinger gaat. Ik moet naar de Slinger. Metrostation Slinger. Ja, staan op de borden. Ik weet het niet. Maar deze gaat niet naar de Slinger. Ik heb geen idee, maar kijk even op de borden. Ze staan overal. Ja, maar dat is het nu juist.